heel veel in Nederland inmiddels als het gaat om de coronabestrijding. U heeft zelfs geholpen om meer mondkapjes naar Nederland te maken en zelfs hier te laten maken. Is dit reëel dat op korte termijn er zoveel mondkapjes voorradig zijn dat na de mensen in de zorg ook de treinreizigers en het personeel van de heer Van Boxtel kunnen worden voorzien van een mondkapje? Voor medische toepassingen gebruiken wij en in de zorg 4,5 miljoen per week. En die halen we allemaal uit het buitenland omdat Nederland geen mondkapjes maakt. We hebben nu de afgelopen weken gewerkt aan een alliantie, een consortium van een aantal Nederlandse bedrijven. Onder andere mijn vorige bedrijf waar ik werkte, DSM, en een aantal andere bedrijven. Die maken nu 25% vanaf deze week, volgende week, van de Nederlandse behoeften. De vraag is of we niet een tweede en een derde consortium ernaast kunnen zetten die dat ook doet. En zelfs kunnen opschalen dat we niet alleen mondkapjes voor de zorg, maar ook voor anderen hebben. Daar werken we nu aan. Daar heb ik geprobeerd in te helpen. Ik ben een helper. Zo zie ik mijn eigen rol. Om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Als je kijkt naar wat de heer Van Boxwijk zegt, dan zie je, er is niet één oplossing straks. Maar zijn die mondkapjes, is dat wel haalbaar? Dat mensen allemaal mondkapjes hebben om zich vervolgens wat meer buiten te begeven? Of het nou in de trein is, of dat het nou is bij Ali, bij een voorstelling? Op dit moment in Nederland niet. We hebben op dit moment tekort aan mondkapjes. Weet u wanneer wel? Nee, dat hangt af van hoeveel kunnen we zelf maken en hoeveel kunnen we importeren. En is daar iets van zicht op? Nou, ik koop geen mondkapjes in. Nee. We proberen zoveel uit China te halen. Heel veel. En die stroom loopt steeds beter. En ik zou graag willen, en daar heb ik me voor ingezet, dat we ze ook op eigen bodem maken. Ja, want en dat we niet afhankelijk hoeven te zijn van importen. Maar dan zegt daarvoor u eigenlijk, zodra ze er zijn, kan in die zin met de mondkapjes de maatschappij verder opengezet worden? Nou, ik zou dat willen nuanceren. Als je luistert naar het verhaal van de heer Van Boxtel, er is niet één oplossing straks die ons gaat helpen. Eén ding is duidelijk. We gaan binnen de grenzen van onze gezondheidszorg blijven. We gaan niet een land worden dat mensen in de steek laat. Dat gaan we niet doen. Mm-hmm. Maar we kunnen ook niet eindeloos andere mensen in de steek laten door de economie op slot te hebben. Hoe kan je dat straks doen? Dat virus krijg je niet zomaar. Dat is niet weg, maar je krijgt het niet zomaar. Dus als iedereen thuis zit, krijg je niet zomaar het virus. Dus als je afstand houdt, die 1,5 meter, krijg je niet zomaar dat virus. Waar kan je nou in allerlei logistiekstromen, in allerlei bedrijven, in kantines en winkels, die 1,5 meter krijgen? Dat is één ding. Twee, hoe kan je mensen beschermen? Aan handenwas, aan hygiëne, aan desinfectants, aan mondkapjes enzovoort. En drie, hoe kan je mensen snel testen en tracen en te zeggen, als het bij jou fout gaat, ga jij nou alsjeblieft thuis zitten. En ik denk dat het een samenspel is van die dringen om het weer open te kunnen gooien. Laat het niet één simpel. Laat de drukte weer beter reguleren. Hoeveel mensen met een beetje ondernemersguts hebben nou hier iets over te zeggen? Hoe bedoel je? Nou, die zit hier aan tafel. Ja, dat is de heer Siebes. Maar er is maar één iemand die daarover gaat. Maar in principe, daar liggen volgens mij de kansen. Als je een beetje ondernemersgevoel hebt om te zeggen, inderdaad, sommige bioscopen, als dit zo blijft, die kun je nu gaan steunen, maar eigenlijk steun je ze om uitstel van oordeel. Misschien kun je beter zeggen, hier dat geldt om iets anders te bedenken, want voorlopig zit het er niet in. Openbaar vervoer, je hebt het zelf gezegd, fase 3 openbaar vervoer in China. Zonder mondkapjes zouden ze niet vol zitten. Alles rijdt daar gewoon. Alles rijdt, maar vanwege de mondkapjes. Dus zonder de mondkapjes zou het niet gebeuren. Nee. Dus dan kun je jullie wel een beetje dweilen met de kraan open. Ik vind het heel gevaarlijk om. China is een moeilijk land om mee te vergelijken, zeg ik even. Ik kijk wel naar de landen om ons heen. Het zijn allemaal gewoon volwassen economieën, democratieën met ook goede gezondheidszorgsystemen. Niemand neemt een loopje met de zorg. Dat zeg ik, de heer Siebesman, echt na. Maar daaronder ligt nog een scala aan mogelijkheden. Dat is wel mijn oproep aan het kabinet. Ga ze nu onderzoeken, want de druk neemt toe. Nou, je bent er zelf het voor van, dat veel ook jonge mensen zeggen, hoe lang moet dit nog zo door? Dit kan niet. Er is heel veel creativiteit en ondernemerszin. Ik ben ervan overtuigd, met eigen productielijnen, met slim inkopen, met wat in Duitsland, daar zeggen ze allemaal niet, het moet topkwaliteit zijn. Daar zeggen ze, als u geen mondkapje, dan neemt u maar een sjaal mee of een t-shirt. Laten we naar het derde punt gaan dat u noemde, heer Siebesma, namelijk het testen. Dat is een van uw belangrijkste taken als speciaal gezant namens het Nederlandse kabinet. U bent aangesteld om de testcapaciteit te vergroten. Die avond zat u bij ons. Toen hadden we ongeveer 2000 tests per dag beschikbaar. We zijn nu 3,5, 4 weken verder.
Ja. Hoeveel heeft u nu beschikbaar voor ons? Nou, ik ben niet aangesteld. Ik ben nationale vrijwilliger, zo zie ik mezelf. maar inderdaad, ik was 3 weken geleden bij u. U beide presenteerde toen ook. Toen was ik net een dag begonnen. We zaten op 2000 testen per dag. En we testen met name toen de mensen die duidelijk ziek zijn en duidelijke symptomen hebben, waarbij wij duidelijk vermoeden of ze corona hadden. Inmiddels hebben we dat beleid opgeschaald. We testen nu bijna 4 keer zoveel als 3 weken geleden. We hebben de capaciteit daar ook voor. De machines en de laboratoria, die hebben we uitgebreid van 30 naar 45 in de afgelopen 3 weken. We hebben meer testen ingekocht. Dat is nog niet zo makkelijk, want 100 landen kopen tegelijkertijd testen in. Maar we zijn meer testen steeds meer aan het inkopen, zodat we ook die meerdere capaciteit die we gecreëerd hebben ook daadwerkelijk kunnen testen en nu 4 keer zoveel hebben. De minister heeft gezegd, die capaciteit zijn we al een stuk verder in dan de testinkopen. We gaan naar 17.500 per dag of zelfs al naar 29 in capaciteit. En in testen zijn we die nu aan het invullen. Gaan we komen binnen een aantal weken op wel richting die 17.500. Daar gaan we op een gegeven moment bij komen. En dat zou betekenen dat we in een aantal weken tijd 10 keer zoveel meer testen als toen ik net hiermee begon. Groot compliment. Wie gaan we testen? Ja, even belangrijk ook. We hebben het nu over de testen waarin je bepaalt of iemand corona heeft, hè, voor de goede orde. Ja, daar gaat het nu om. Heel goed dat u dat zegt over de mensen die corona hebben met zo'n keelwaterstaafje. In het begin dus alleen de mensen die duidelijk ziek zijn. Toen heeft de minister ook gezegd, we gaan nu de mensen in de zorg testen. Niet die heel duidelijk ziek zijn, maar die lichte klachten hebben, om die er snel uit te halen. Vervolgens ook in alle verpleeghuizen. En vervolgens nu ook in de lerarengroep, ja, omdat we basisonderwijs veropgen. En de minister noemde deze week al, ook de mantelzorgers wil hij erbij gaan betrekken. Wie eigenlijk niet? Want, exact. Maar dat is even belangrijk. Langzaam gaan we elke groep, als die maatschappij zich unlockt, gaan we langzaam al die groepen uitbreiden. Ondertussen hebben wij niet langzaam die testcapaciteit opgevoerd. Op enorme hoeveelheden, moet ik zeggen. En dat geeft de mogelijkheid om al die groepen te gaan testen. Maar zijn, dus daar snel eruit te halen. We zitten nu op 6.000 tot 8.000 testen per dag. Ja. Is dat voldoende om alle zorgmedewerkers, nog even afgezien van de medewerkers van de heer Van Bokstel of een ander voorbeeld, is het voldoende om al die zorgmedewerkers te testen? Ja, nee, want het is een complex veld. De testen moeten ook nog worden afgenomen door GGD's en anderen. Die hebben nu al meer dan 4 keer zoveel testen die die moeten afnemen. En dat wordt er straks meer dan 10 keer zoveel. Dus die moeten we ook nog even reorganiseren en even inlijnen dat dat allemaal goed loopt. Vervolgens verspreidt het virus en degenen die ziek worden is niet helemaal hetzelfde als onze geografische verdeling van de laboratoria. Dus er moet dan heel veel logistiek met auto's gereden worden. Dus dat heeft enige vertraging gehad. Maar op dit moment, met die 4 keer opschaling die we hebben gehad, kunnen we de doelgroepen die de minister heeft gezegd, zorg, zorg plus, leraar, die kunnen we testen nu. Er is ook we gaan een andere straks steeds meer uitbreiden en die gaan we ook kunnen testen. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is, want zonder dat je, als je de economie opengooit en je zegt, ja, maar ik hoef niet meer te weten wie het heeft en ook niet wie ze besmetten, is een gekke strategie natuurlijk. Nou is er een andere manier van testen, door middel van bloed, om te kijken of je corona hebt gehad al. Ja. Er zijn mensen die zijn ziek geweest, die vragen zich af, heb ik corona gehad? En soms is er ook iemand die denkt, ik wil naar mijn vader, die is ziek, ik kan er nu niet heen, ik durf er niet heen, want misschien heb ik wel corona. Is er voor dat soort mensen al een test beschikbaar? Die test is er. Die heeft Nederland mondjesmaat. Nederland heeft nauwelijks nog van dat soort testen. Mm-hmm. Daar ben ik nu hard mee bezig om die snel in grote hoeveelheden binnen te krijgen. Ik denk dat we daar heel dichtbij zitten. Dat we die grote hoeveelheden binnenkrijgen, dan kunnen we die testen heel groots doen. Maar RIVM heeft net een kleine schaaltest gedaan. En daar zie je dat ongeveer 4% van Nederland de ziekte gehad heeft. Dus als u zo'n test wil gebruiken om te kijken of u naar het verpleeghuis of uw vader kunt gaan, dan heeft u 96% kans dat u de ziekte nog niet gehad. Ja, maar dus haalt wel een bepaalde angst weg bij vooral de kwetsbare doelgroep. Bijvoorbeeld, stel je voor, je bent 60 jaar, je hebt last van je longen, je loopt te trillen, je krijgt geen bezoek. Nee, voor zo iemand. Maar daar wil ik even voor waken dat het verkeerd beeld krijgen. Het haalt die angst niet weg. Als ik die bloedtest laat doen om weten of ik naar wie dan ook toe mag, ik heb 96% kans dat die bloedtest gaat zeggen, u heeft de ziekte nog niet gehad.
Ja. Of misschien heeft u hem vandaag wel en merkt u het nog niet. Ja, net zoals je, net zoals dan, je 99% kans hebt of meer dat de vliegtuigen landen niet neerstort. Desalniettemin is die angst wel 90%. En er zijn dus mensen die zijn, en vooral die doelgroep, die mensen die opgesloten zijn, niet om vervolgens te kunnen bewegen, maar simpelweg om niet bang te zijn om alleen dood te gaan. Vooral omdat ze geen bezoek mogen krijgen. Nee, ik deel dat geheel, maar ik probeer even neer te zetten. Die bloedtesten gaan ons nu niet helpen. In het begin hadden we gedacht, als die ziekte zich nou snel verspreidt, was het ook nog groepsimmunisatie enzovoort. Maar die ziekte verspreidt zich minder snel dan we misschien in het begin gedacht hebben. Omdat we allemaal binnen zitten. Ook omdat we allemaal binnen zitten. Zeker, dat zal zeker daarmee geholpen hebben. Wat we zien is, als je de 60% of 70% van Nederland de ziekte gehad hebt, dan kan je prima die bloedtest doen om dan even te gaan kijken, kan je weer aan het werk of kan je naar je moeder of wat dan ook. Dan zou het een hele goed instrument zijn. Maar daar zitten we niet bij. We zitten dat er een heel klein deel van Nederland die test had. Ja, dus waar even, willen we die testen? Toch dan? Even terug naar dat voorbeeld. Mijn vader is bij wijze van spreken ziek. Ik wil graag naar hem toe en ik wil zeker weten dat ik geen risico vorm voor zijn gezondheid. U wilt weten dat u geen risico vorm voor zijn. Precies. Dus ik wil weten of ik corona heb gehad of dat ik het heb. En bij wijze van spreken isoleer ik mezelf. Ik rijd in een autootje naar hem toe of met de trein waar niemand zit. En ik kan bij hem op bezoek en ik weet, ik besmet hem niet. Daar is veel behoefte aan. Mensen die zieke mensen willen. Kan dat door middel van die bloedtest? Is dat binnenkort mogelijk om daar aanspraak op te maken? Ja, ik probeer te zeggen eigenlijk in principe ja, maar in de praktijk nee. Want u heeft 96% kans dat u de ziekte nog niet gehad heeft. En u wilt weten eigenlijk dat u de ziekte wel gehad heeft. Nee, en dus immuun bent en dus safe naar uw vader kan. Nee, maar ik denk en ik begrijp dat. Ik maak het toch even af. Want u wil de zekerheid hebben die er op dit moment in Nederland nog niet te geven is. Emotionele veiligheid gaat het over. Het gaat niet over misschien kan zijn. Misschien kan kunt u die kijk, wel bieden. Ik denk dat je sommige categorieën misschien wel echt apart kunt duiden. Mijn vrouw is arts. Mijn schoonmoeder is 94, die woont nog alleen. Zij gaat er iedere week naartoe. Zij loopt met diezelfde angst, want ze werkt in het ziekenhuis. Ik denk, ik kan corona hebben. Dus ik ga ook naar mijn moeder toe, maar alles op afstand en achter glas. En dat is natuurlijk. Maar als zij getest was en wist ik heb het niet, dan kan ik mijn moedertje even knuffelen. Dat kan, maar ja, als je iedere dag het ziekenhuis in en uit loopt, dan kun je dan weet iedere je dag testen. Dat is alles belangrijk. U moet toch een onderscheid maken. Ik kan het niet anders zeggen. Tussen de virustest en de bloedtest. Ja. Het is niet anders. Bij de virustest kan ik testen of u het heeft. Als u klachten heeft, daar werken we heel hard aan, moet u direct getest worden om te kijken of u het virus heeft. En dan moeten we voorzichtig zijn. Als u geen klachten heeft, is het bijna 100% zeker dat u het virus nu ook niet heeft. En dat haal ik er ook niet uit met de test. Daarom... Dus als u klachten heeft, virustest doen. Ja. De bloedtest kunnen we gebruiken om een scan te maken in de zorg. Wie hebben nou in de zorg al die ziektes gehad? Dat gaan we ook doen als we die bloedtest heel snel binnenkrijgen. We gaan verdere studies doen om precies te doen wat Ali zegt, om door de bevolking te kijken. Hoe beweegt die ziekte zich nou bij ouderen, bij jongeren, in Groningen, in Brabant? En dat we daar een beeld van krijgen en dat kunnen we gebruiken in ons beleid. Maar ik kan, of ik niet, de artsen kunnen u niet de zekerheid geven met die bloedtest dat u veilig bent. Op de... Dat kunt u alleen met een vaccin, daar bent u ook mee bezig. Ja. U heeft geld gestoken in de ontwikkeling daarvan. Ik hoorde in Den Haag dat het idee was 10 miljoen. U heeft de minister weten te bewegen om daar 50 miljoen in een fonds te stoppen om dat vaccin te ontwikkelen. Hoe staat het daarmee? Er zijn, ik denk, zo'n 50 bedrijven op het ogenblik in de wereld bezig, misschien wel meer, om vaccins te ontwikkelen. Allemaal andere soorten technologieën en andere soorten aanpakken. Er zijn 4 hoofdaanpakken die je zou kunnen gebruiken. En het is niet te voorspellen welke van deze het gaan halen. Je kan ook niet al te veel experimenteren. Want je kan zeggen, nou, doe maar een vaccin, want er is een grote nood. We gaan straks miljarden mensen infecteren of injecteren met zo'n vaccin. Dus je moet wel weten dat het werkt en dat het veilig is. Daar ga je niet mee experimenteren. Mm-hmm. Wat we nu aan het doen zijn, is geld te stoppen als Nederland in het onderzoek. Daar heb ik inderdaad de aanbeveling voor gedaan, maar ik besluit er nu over. De minister heeft het gelukkig ook besloten, zodat we op de eerste rij ook mee kunnen financieren naar het onderzoek. En 2, kan je nu wel nadenken, en dat adviseer ik ook, van als we straks een vaccin hebben, we weten ook nog niet wie het gaat winnen. Hoe is de productie daarvan? Kunnen we die dan straks produceren en ook snel gaan produceren?
Daar zou je nu op kunnen gaan voorsorteren. We hebben ons toegang verschaft tot een mogelijk vaccin. Maar we hebben nog meer problemen op te lossen vandaag. Zo had minister Carola Schouten van Landbouw vandaag...